Nou, als je eind 40 bent, dan kom je tot ontdekking dat je dingetjes niet meer zo goed kan lezen. En op je computer en in de krant, zeker als het een beetje schemerig is. Nou, daar ben je wel voor gewaarschuwd, maar dat geldt in principe voor jou natuurlijk niet, denk je dan. Totdat dat wel gebeurt. En dat begint met plus een half. En dan koop je zo'n dingetje wat bijna niks kost en dat er eigenlijk niet uitziet. Dus die doe je alleen maar stiekem op. Dan ben je iets verder en dan kom je tot ontdekking dat je onderhand plus 2,5 hebt. Ja, waarom neem je niet hele nieuwe lenzen? Ja, hoe bedoel je? Hele nieuwe lenzen? Nou, gewoon helemaal nieuwe lenzen. Je eigen lenzen eruit en nieuwe lenzen erin. Dat vond ik eigenlijk wel heel eng. En volgens mij vindt iedereen dat altijd heel erg eng. En dan dacht ik van ja, maar wacht even. Dat wil ik eigenlijk wel heel erg. Je zegt van ja, maar hoe lang gaat het dan allemaal duren? Nou ja, hij zegt in principe sta je binnen een uur weer buiten. En ik moet heel eerlijk zeggen, precies zoals ze me dat uitgelegd hebben, is het ook gegaan. Weet je, het was voor mij echt een openbaring en een ongelofelijke vrijheid. Niet 's morgens wakker worden en dan je bril op moeten zetten, want anders kon je niet op mijn telefoon kijken hoe laat het was. En het stond toch echt voor zulke grote letters op. Heel erg. Je kan met presentatie kan ik gewoon op het scherm kijken en naar buiten. Ik zie alles en ik zie ook wie er in de zaal een vraag stelt. Dat is ook niet heel onbelangrijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben alleen maar een blije mens geworden. Er gaat echt letterlijk een wereld voor je open.